Klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal, voor netwerken, cloud, VoIP en observatie.
De kracht van de verbinding. Het gaat vanochtend nog niet helemaal naar wens, zoals u dat wel doorhebt, want de eerste nummers waren nog de oefening van 7:30. Maar er zijn wel eens wat mensen die zich verslapen aan het feestje. Maar dat terzijde. Namens de Raad van Kerken mag ik u van harte welkom heten bij deze bruisende viering 2017. U hier in de tent en thuis aan de radio van Hoy of bij de uitzendingen morgenavond om 7 of 9 uur bij op Hoy TV. Welkom bij de start van deze familiezondag van bruisend Nijverdal. Tijdens deze viering gaan we op zoek naar de kracht van verbinding. Afgelopen week zijn er in deze tent al vele verbindingen gelegd. Maar vanochtend gaan we naast de onderlinge verbinding ook de verbinding met God, onze Vader, aan. Dat doen we door middel van muziek van Advendo, u hoorde ze net, en zang en muziek van Quo Vadis. Er wordt gelezen vanuit de schrift en gebeden door dominee Pieter Boomsma, emeritus predikant van de protestantse gemeente Nijverdal. En er wordt gepreekt door pastor Jeannette Koopman van de Marcellinusparochie, waar de Antonius van Padua onder valt. Het wordt een bruisende familiezondag die we vandaag beginnen met de boodschap vanuit het evangelie. Voordat we beginnen zal Abbas Ahmed, een van onze nieuwe inwoners van de gemeente Hellendoorn, het licht van Christus ontsteken. Ga je gang. En ik vraag pastoor Jeannette Koopman om met ons te beginnen. Ik wens u en jij een bruisende, maar vooral zegenrijke viering. Goedemorgen allemaal. Een warm welkom aan allen hier in deze tent. De tent die vanochtend is omgedoopt tot huis van God. Jezus zegt tot ons, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Gesterkt door deze belofte zijn wij hier bijeen vanochtend met honderden mensen. En laten we erop vertrouwen dat God hier vanochtend in ons midden is, opdat we steun en kracht mogen ervaren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En een welkom aan allen hoe u hier ook bent, jong of oud, met geloof of ongeloof. En ook welkom aan de luisteraars en kijkers van Hoy TV. En natuurlijk een warm welkom aan Koofvaders en muziekvereniging Advendo. Welkom in deze ecumenische viering met als thema de kracht van verbinding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken groepen mensen de polarisatie tussen wij en zij. Er wordt veel geschreeuwd, maar weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen uit hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbindingskracht nodig om te blijven geloven in vrede. In ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Door een beroep te doen op de kracht van de verbinding met onze medemens, gaan we anders kijken en denken. We maken ons los van bestaande beelden en overtuigingen. Nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte. En dat stelt ons in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat ons bindt en verbindt met anderen in plaats van verdeelt. De kracht van het verbinden biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. Laten we in deze ecumenische viering openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. We zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen.
Laten we elkaar een fijne viering wensen. Wij zingen samen het openingslied. God, zij geprezen. Wie is als u? En we danken u dat we mogen weten dat we welkom zijn, komend vanuit verschillende tradities, maar samen de lofzang zingend, de lofzang die u zelf gaande houdt. U geeft ons de adem waarmee u wordt geprezen. En wat wij meebrengen, wat we meedragen, aan dingen die ons pijn doen en hebben gedaan, aan dingen waar we dankbaar voor zijn en blij mee zijn. Het is bij u bekend, niemand kent ons zoals u ons kent. U weet wat wij nodig hebben, u weet wie wij ten diepste zijn. En dan vragen we, ook in deze feestelijke viering, kom Scheppergeest, geef dat er bij ons ruimte is. Ruimte om lief te hebben, God boven alles, maar elkaar, wie we ook ontmoeten, zoals we zelf geliefd zouden willen zijn. En we danken u dat we daarop door Jezus Christus mogen vertrouwen. Amen. Voordat we naar Quo Vadis gaan luisteren, nog even een opmerking. Het drupt. Maar dan moet u niet denken dat het lekt. Het is gewoon condenswater, maar ik heb een idee. Wij komen vanuit verschillende tradities. De een wordt gedoopt als volwassene. De ander als baby, de een noemt het doop en de ander noemt het doopsel. Maar wanneer er nu een druppel valt op uw hoofd of op uw kleren of op uw orde van dienst, denk even terug aan uw eigen doopsel en verwonder u over het feit dat we met zoveel mensen samen zijn. Oké?
What colors God's gave. What color is God's skin? What color is God's skin? I said it's black, brown, it's yellow, it's red, it is white. Everyone's the same in the good Lord's sight.
gezocht zoveel mogelijk liederen bij elkaar te krijgen waar zoveel mogelijk mensen in mee zouden kunnen doen. En ik denk dat het ook wel gelukt is met het volgende. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Twee bijbellezingen als inleiding op het thema. Eerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 34. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade. Doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. En dan uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. En verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid.
Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Gezegend wie het woord van God de levende hoort en dat ook langzaam maar zeker gaandeweg verstaat. Machtige God, sterke rots. Geliefde mensen van God. In deze tijd van groeiende verdeeldheid onder mensen doen we in deze viering een beroep op de kracht van de verbinding tussen mensen. Verbinding is het moment dat we ons wezenlijk verstaan voelen door de ander. Wat is nu de kracht, zodat mensen van allerlei soorten, rassen, talen, culturen, huidskleur, geloofsovertuigingen, jong en oud, mensen zoals wij hier vanochtend bij elkaar zijn, elkaar verstaan, zich met elkaar verbonden voelen. Begrippen die er toe doen zijn respect, aanvaarding, acceptatie, maar ook liefde, gebed, geloof, en vrede doen mee. Streef naar vrede en jaag die na, zegt Psalm 34 dat we net gehoord hebben. En de uiteindelijke boodschap van de schriftlezing uit Romeinen vertelt ons dat we alles in het werk moeten stellen om met alle mensen in vrede te leven. Hoe zeg, maar hoe moeilijk is dat? Om met alle mensen in vrede te leven, hoe doen we dat eigenlijk? Daar moeten we toch wel eens even over nadenken. Jezus doet ons steeds opnieuw nadenken over ons leven. Hij vraagt ons als mens open, eerlijk, spontaan en echt te zijn tegenover elkaar. Ongeacht wie we zijn. Afkomst, hoe we ons kleden, onze geaardheid, ons geloof. En dat is vaak heel wat anders dan dat wij rondom ons heen zien gebeuren. Wij mensen worden niet in de war gebracht door de dingen,
maar door de manier waarop we de dingen bezien. We hebben onze vooroordelen en onze oordelingen en meningen al klaar, nog voordat de ander uitgesproken is en voordat we überhaupt de ander hebben gezien. En vaak zien we onze eigen mening ook nog bevestigd in de manier waarop de ander zich gedraagt. Zie je nou wel? Juist omdat we op die dingen gaan letten en het andere, wie de ander echt is, hebben weggecijferd. Waarom lukt het niet de vrede te bewaren? Sterker nog, waarom lukt het niet vrede te stichten? Waarom lukt het niet met de vrede, de grote wereldvrede, maar ook de vrede dicht bij huis? Waarom lukt het niet met de vrede als het niet aan u en mij ligt? Ligt het dan altijd aan anderen? Wat nodig is om werkelijk de vrede te bewaren en de vrede te stichten en de vrede te bevorderen, is iets dat meer is dan het gewone. Iets dat uitgaat boven het voor de hand liggende. En daarom is het moeilijker dan we denken. Daarom is het ook iets meer dan alleen maar van goede wil zijn. Vrede is iets wat uiteindelijk boven onze macht gaat. Wat wij niet maken, maar wat ons geschonken moet worden. En daardoor lijkt vrede zo groot en ongrijpbaar. Maar er zijn heel wat mensen die zich op hun eigen manier inzetten voor gerechtigheid en vrede. En dat varieert van een bekende die zich inzet voor een fijne buurt, tot mensen die zich staande houden in conflictgebieden. En de vrede van Jezus is ook een samenbindende kracht tussen mensen. Ook in de kerk. Ook hier vanochtend in deze feesttent van Bruisens Nijverdal. Die samenbindende kracht past bij de opdracht die wij van Jezus hebben ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. De vrede van Jezus, de vrede van God, heeft een samenbindende kracht. En het is de Geest van God die dat geeft en bewerkt. De vlucht van de duif is een metafoor voor de Geest die bemoedigt en verbindt, die ons verbindt. En we denken aan de doop van Jezus en de duif van Noach. Het is een teken van betrokkenheid, van bemoediging en aandacht of van gevoelde verantwoordelijkheid naar onze medemens. Wij mogen gaan in het spoor van Jezus. Of beter misschien nog, Hij neemt ons mee op de weg van vrede. Want er is geen weg na de vrede. Vrede is de weg. En daarmee doen we al het mogelijke om de vrede voor alle mensen te zoeken. Aan ons zal het niet liggen. Toch? Amen. En zingen we de samenzang. Thank you.
In een wereld waarin de berichten op ons af blijven komen, op ons af blijven stormen, zoeken wij u, Heer onze God. U die Heer bent van de kerk, maar ook Heer van de wereld. In wie wij het vertrouwen hebben dat u nooit loslaat waar u ooit aan begon, maar ook dat uiteindelijk door u alles recht zal worden gezet. We bidden u voor al die mensen die geraakt zijn door de overstromingen in Azië, Bangladesh in het bijzonder, maar ook nog weer de honderdduizenden vluchtelingen vanuit Myanmar binnenkomen. We bidden u, God, dat er open harten zullen zijn, maar ook in Myanmar bezinning, dat er een eind zal komen aan die vervolging, die verdrukking. We bidden u voor hen die geraakt zijn door de stormen in het Caribisch gebied, die de moed weer moeten krijgen om opnieuw op te gaan bouwen. En wij vragen u, wil hen sterken. We vragen uw nabijheid, uw zegen, uw vrede. Voor diegenen ook uit onze eigen kring, die met ziekte en met tegenslag, met teleurstelling te maken hebben. Angst voor de toekomst, zorg over hoe het anderen die bij hen horen zal vergaan. Heer, niemand kent ons zoals u ons kent. En wij bidden, geef dat uw nabijheid de kracht geeft om te dragen, om te leven, om te hopen, om lief te hebben. En wanneer wij in een moment van stil persoonlijk gebed met u delen wat ons en wie ons bezighoudt, dan weten we door Christus Jezus dat u ons bidden hoort. Lof zij Jezus Christus, onze Heer, onze bevrijder. Amen. De kracht van de verbinding kreeg de afgelopen maanden gestalte bij de voorbereidingen die ik samen met Piet van Aartsen trof voor deze viering. De geest van onze Heer waaide door het mooie dorp. Zo hebben we vele mensen benaderd die ons enorm prettig hebben voortgeholpen. En die mensen moet ik bedanken. Allereerst de nieuwe bruisende en inspirerende voorzitter Ewald Aalting en de teamleden van dit enorme mooie festijn. De dank is namens de Raad van Kerken enorm groot. Van Ewald moet ik wel het volgende zeggen. Loop na de viering niet direct naar huis. Drink een kop koffie, aangeboden door de supermarkt, u weet wel welke. En neem ook een plak krentenwegger door de desbetreffende bakker aangeboden. Mag geen reclame maken, hè? En ik kan u zeggen, dat geeft ook verbinding. Maar dan moet je een verbinding leggen tussen Quo Vadis en Avendo. Nou, dat verliep super inspirerend. Trienke Dijkstra en Annette Marissink en nog vele andere koorleden hebben samen met Dirk Anema ervoor gezorgd dat u hebt mogen genieten en straks nog mag genieten van dat wat nog komen gaat. Vervolgens kwam er een verbinding tot stand tussen pastor Jeannette Koopman en dominee Pieter Boomsma. De ecumene is ook een kracht van verbinding. Dank voor jullie inbreng. De kracht van verbinding vonden we ook bij Thea Roddeman, Geminke Nijman voor de PowerPoint-presentatie, Gerrit Koopman voor de liturgie en Emiel Dassela voor het bedienen van de beamer tijdens deze viering. Maar ook morgenavond dat Hooi weer de mogelijkheid biedt dat u mag kijken naar deze viering. Heel hartelijk dank. Maar we willen de kracht van verbinding in onze kerkelijke gemeentes en in ons dorp meer gestalte gaan geven. Daarvoor mag ik u en jou uitnodigen voor 3 verschillende activiteiten die op komst zijn en waar uw aanwezigheid enorm op prijs wordt gesteld. Haak aan, aanstaande donderdagavond 14 september. Bij de cultuurcaravaan van de gemeente Hellendoorn. Deze manifestatie wordt gehouden in het openluchttheater en begint om 7 uur. En je mag ook later aanhaken als dat beter uitkomt. Mij komt dat dus beter uit.
aanstaande zaterdag is er een vredesmanifestatie, vredesmarkt hier bij de huiskamer. Ook hier op de markt. U krijgt na afloop de flyer. Weerman Renier van den Berg komt donderdagavond 20 september om 19:30 in het centrum aan de Constantijnstraat. En waar zal het Weerman het over hebben als je die uitnodigt? Inderdaad, het weer en de klimaatsveranderingen. Deze avond wordt georganiseerd door de IVN, Raad van Kerken en de Commissie van de Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Nijverdal. Wees van harte welkom. Na het muziekstuk Der Mond ist aufgegangen volgt er geen gedicht van de nieuwe inwoner, maar Abbas zingt samen het slotlied Sta nu op en schitter. De bruisende viering, zoals u weet, kost ontzettend veel geld. Ik kan u vertellen, het is ongeveer een kwart van het budget van de Raad van Kerken. Maar als u nou eens een stevige bijdrage geeft, nou, als u het nu niet op zak hebt, geeft u het later. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat in 2018 hier ook weer een prachtige ecumenische viering gehouden kan worden. Ik bedank u alvast voor uw bijdrage. En vergeet de woorden niet van onze voorzitter Ewout Alting. Koffie en grenzenweggen en verder bruisen. Er wordt een mooi programma vandaag voor u verzorgd. Op deze prachtige en nu nog zonnige familiezondag. Hartelijk dank.
Thank you.
Advendo, Quo Vadis, allemaal ontzettend bedankt voor jullie inbreng in deze dienst. En u bedankt, niet alleen dat u er was, maar ook dat u ongetwijfeld hebt gezorgd voor een collecte die ons helemaal uit de problemen helpt. Toch? Mocht u nu denken van nou, dan kunt u zich bij de uitgang nog... Maar nog even iets, de Vredesmarkt. Natuurlijk bent u aanstaande zaterdag allemaal hartelijk welkom in de huiskamer. Niet allemaal tegelijk. Maar de Vredesmarkt is zaterdag over een week. Met het Molux Gospelkoor, Artsen zonder Grenzen, is er het Leger des Heils, Bunga Malar, enzovoort, enzovoort. Het wordt echt een prachtige manifestatie, zaterdagmiddag 23 september, in de huiskamer hier op de markt. Voordat u gaat, en ik hoop dat u niet al te nat geworden bent, ontvang de zegen, de toezegging van Gods kant, dat Hij, wie je ook bent en wat je ook te wachten staat en wat je ook meemaakt, dat Hij met je gaat. Ontvang zijn zegen en ga met Hem in vrede en vertrouwen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de volheid, kracht van God de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Thank you.
Thank you.